Hi allemaal, ik zit hier nu nog eventjes bij onze eigen vijver, maar we gaan zo dadelijk bij Pieter thuis. De vissen op de foto zetten en een filmpje maken die hij wil inzetten op de online Holland Koi Show die dit jaar plaats gaat vinden. Dus daar gaan we hem bij helpen en daar hebben we een leuk filmpje van opgenomen. Op de achtergrond zien jullie mijn broer. En die is al druk bezig om bij ons de tuin voor te bereiden. Want wij gaan een nieuwe vijver aanleggen. Vijver / zwembad. Dus met dit schitterende weer is het wel tof dat het een zwembad is. Maar normaal gesproken gaan we daar ook gewoon vissen in op laten groeien. Dat filmpje komt eraan. Nu eerst het filmpje van het op de foto zetten. En een videootje maken van de vissen bij Pieter thuis. En nou ja, als je het leuk vindt om dit soort dingen te zien, word dan abonnee en volg ons ook op Facebook. Doeg! We zijn hier thuis bij Pieter en we gaan vandaag helpen met het maken van foto's en filmpjes voor de vissen die hij gaat inzetten op de online Holland Koi Show. Je mag hem straks wel even uitleggen. Willen jullie even gedag zeggen? Gedag. Hoi. Hoi. Waarom doe jij deze vis in de zak? Ik vind mijn schok die ik zelf heb, vind ik aan de korte kant. Mijn ervaring met deze vis komt puur in de zak. Kan ik hem beter handelen. Wat gaan we doen? Dat gaat alleen. Het gaat alleen. Het gaat alleen, perfect. Ja, je ziet het in Japan ook wel vaak, hè? Dat is gewoon met... Ja. Heb ik vanaf gekeken. Ik vind nou het voordeel, dan kan ik hem gewoon rustig in de bol laten liggen eventueel. Mm-hmm. En dan rustig de zak eraf halen, dus ik kom veel rustiger in de bak los. Ja. Nu mag ik met aaien. Ja, nu mag jij met aaien. Pieter, kan je iets over de vis vertellen? Dit is eigenlijk mijn eerste echt serieuze kooi die ik aangekocht heb. Het is uit de opgroei van de Ari, van de oosterhoutkooi. Daar is vandaan gekomen. Heb ik hem als mistzaai gekocht. Eén van vier is daar. Zou eerst één zomer in de opgroei blijven, maar kwam er heel iel uit. Wel heel veel lengte erop gepakt, dus een winter langer gebleven daar. En toen is hij uit mijn hoofd op. Als een sansai van ergens begin tegen 60 aan bij mij in de vijver ingekomen. En nu is hij een kleine 5 jaar later. Ja, 82 centimeter is eigenlijk echt de baas van de vijver ook. Hij zit ook nagenoeg een sportje op, hè? Ja, nee, dat was het gegeven. Ja, maar dit is nou van het paar keer scheppen geweest. Een zwakke neusje. En zijn huid op zijn kop is niet top, hoor. Hij kan beter in de huid zitten. Maar. Nee, wacht maar even, Laura. Laat maar even niet. Dan moet hij even zijn winnetjes goed en dan kan ik hem klikken. Ja. Vertel eens wat over deze vis. Kujaku van? Kurosawa. Eerste vis ooit gekocht. Nou, ruim 15 jaar oud, denk ik. Zoiets, ja. Dit heeft wel eens een klein beetje kielbloeding. Klein beetje kielbloeding. Daar ik even schoon water in de bak doen. Wat mij opvalt aan deze vis, dat je ziet wel dat deze ouder is. Wat ik net al tegen je zei, mm-hmm. Je ziet dat de schubben wat dieper gaan liggen. En dat je een beetje de kop wat deukjes erin, zeg maar. Maar dat je hem wel nog uitzonderlijk schoon hebt gehouden, zeg maar. Die deukjes die je hier ziet, zeg maar. Mm-hmm. Die heeft ze denk ik al vanaf het derde of vierde levensjaar. Ja, en precies. En dat vind ik het gaaf van deze vis. Dat geeft hem iets stoerder uiterlijk. Ja, maar je hebt in ieder geval de kop goed schoon. Vaak zie je dan dat ze inderdaad... Dat ze zwart dat hier ja, dat inderdaad bij de neus gaat. Dat krijg je dan over de kop heen, zeg maar. Onder de ogen, zeg maar. Mm. En ze had, in het begin had ze hier veel meer oranje zitten. En dan is de laatste vier... Eigenlijk een jaar of drie, vier geleden wat teruggetrokken. Ja. Maar het is wel intenser geworden, zeg maar. Ja, precies. Dat doe ze een beetje onder de bek, een beetje friebelen, zeg maar. Dan horen ze... Of vooral deze wat er wel rustig van. Een beetje onder de bek friebelen? Ja. Hmm. Oké. Okay. Daar word ik zelf ook altijd heel rustig van. Jij bent addict, hè? Van, ja. Van Kujaku. Dit is je favoriete, toch?
ja, favoriete... staat nog steeds op één. Ben ik ooit officieel met de sashimi begonnen. Mm-hmm. Samen met deze dame dan. Maar eigenlijk is kudjaku wel mijn ding. Ja. Ja, ik ga ze ook wel meer waarderen. Ja, ze worden ook steeds beter. Ja, dat is het ook. Ja. Omasaka die kweken echt super mooi. Ja. En deze van Hirasawa. Ja. En die heb ook genoeg echt hele goede exemplaren. En die hebben natuurlijk ook wel een beetje de genen van het groot worden. Ja, zeker. Vaak wel in zich, zeg maar. Ja. Dus, kan ik even die foto trekken dan? Een mooi visje voor de categorie set. Maak even een foto. Maak jij maar net een foto. Dan kunnen we lekker gaan spelen. Maar vertel eens wat over de vis, Pieter, want nu is Kitty aan het filmen. Dus dan... Het is een Kohaku Tosai van Nogami. Is via AB kooi gekomen. Is toen al wat ellende geweest met het shipment. Wat probleempjes gehad, dat kan voorkomen helaas. Daar heeft deze vis ook last van gehad, maar gelukkig heeft Arjan hem heel goed opgevangen. Heel goed ervoor gezorgd ook. En hebben eigenlijk samen de uitdaging aangegaan. Er was wat been niet verloren, was wat lichter geworden eigenlijk. Achterkop samen de uitdaging aangegaan om er samen van te leren wat gaat dit doen in de toekomst. Yes. Het zijn drie Kohaku's die een beetje in dezelfde size vallen. Er is er één duidelijke grotere bij. Deze grote is een Murata. Die was 42 centimeter uit mijn hoofd. Degene die daarachter zwemt met vele wit is een zusje ervan. Kom uit dezelfde lichting of een broertje, ik weet niet precies wat het geslacht is. En die zijn eigenlijk hier te logeren bij mij. Mijn goede maat van mij is ook dealer. En die hebben daar een tijdje binnen gezeten. Dus het been was wat minder goed, wat zwakker geworden, wat doffer van kleur. Dus die mogen nou een jaartje bij mij logeren. Om vooral op de huid weer beter te worden. Dat is wel een van mijn paradepaardjes altijd. De huid bij mij vis vind ik altijd erg goed is. En dit is de kleinste van het stel, dus Nogami. Tof zoutje dit jaar gekomen. Heeft wat opzachtproblemen gehad toen ze in Nederland aankwam, maar doet het nou meer dan goed. Hier ben ik zeer blij mee. En doe je dan nog iets speciaals om die huid weer op orde te krijgen? Ik vijver altijd wel groenig. Ja. Dus ik probeer eigenlijk altijd de laatste halve meter onderin mijn vijver is altijd wat groen. Ik heb ook altijd wat we zien ook allemaal drijven, dat groenig zijn, maar drijven maak ik altijd een beetje op de bodem in de vijver. Dus niet omdat ik het niet eruit kan krijgen, maar dat ik eigenlijk niet eruit wil hebben. Omdat ik erin geloof dat het ook gewoon goed is voor de huid van de vissen. En op dit moment heb ik ook een klein percentage kleurvoer er doorheen gemengd bij mij in mijn voer. En daarnaast voer ik ook veel natuurlijk met zijderupsen en garnalen. En ik denk dat daardoor de huid gewoon altijd een stuk beter wordt. En daarmee denk je dat het met die twee vissen die je te logeren hebt weer helemaal goed moet gaan komen? Ja, eigenlijk deze. Je hebt toch wat meer huidprobleempjes hier op de kop ziet. Maar wat je hier nou eigenlijk aan doffige achterop ziet, had die veel meer. En deze sashi en kiwa is niet super scherp. Maar het is dan wel weer egaal, het beni. Maar dit is Nissai. Dus vorig jaar is Tosai gekomen, is nou Nissai. Ja. Dus hij herstelt. Ja, ik heb er wel het vertrouwen in dat die grote nog heel goed gaat herstellen. En deze is toch wat minder in de huid. Ook wat minder in de bouw. En dat blijf je toch houden. Ja. En met die Nogami ga je meedoen met de show? Ja. Omdat je denkt dat je daar vergeleken met die twee anderen de meeste kans... Die vind ik persoonlijk qua bouw mooier. Die andere is wel voller natuurlijk, maar die is ook weer een size groter zit die. Maar die gaat net over de size heen. Ja. En ik vind die Nogami vind ik in de huid. Is je nog gewoon heel mooi jong. Qua kleurtje een jonge vis, maar lekker fris is je eigenlijk gewoon. En ik denk misschien wel dat sowieso wel een gooi zou kunnen doen naar Tategoi eventueel. Of naar Baby Champion. Daar hoop je op. Hoop ik op, ja. Nou, wat zien we hier? Een goudvis. Nou, laten we nou even een klein beetje serieus doen. We zien hier een Kohaku van Murata. Waar Pieter terecht. En die met mijn natte poten. Ben heel erg trots op is. Want dit is echt wel een. Een hele goede kohaku. Het is een 3-jarige vis. Ja. En we hebben 69 centimeter. 4 keer aangemeten. Hij is 67 plus. Ja. 68 dus voor 68 de centimeter. Ja. Sanzai, nou, dat is goed te noemen. Zeker weten. Absoluut. Benny is goed. Ja. Heel goed, Benny. Ja, Benny is ook inderdaad heel mooi egaal van kleur. Van voor tot achter. Er zit maar heel weinig schakering in. Ja.
Met je marozoom, hè? Ook oh, even niet spitteren. Oh, wat doe je nou? Heel het water door de war. Oh jee. Nou moeten we helemaal overnieuw beginnen. Je wil je dingetje pakken hier. Heb je zelf uitgezocht deze vis in, ja. In Japan, hè? Ja, natuurlijk. En dit was toen de tijd de beduidend best in de lengtebouw en de best in de huid. Niet het mooiste patroon, zeker niet. Het mooiste patroon had mijn dealer toen de tijd meegenomen. En die is gewoon in de lengtegroei een stuk achtergebleven, wat ook te verwachten was. Ja, maar wat zeg je nou, maar dit patroon wordt, als hij straks breder wordt, dan wordt dat ook... De vis is eigenlijk gewoon inderdaad nu nog even 10 centimeter te klein voor zijn patroon. Ja, ja precies. Ja. Ja. Dus en ik zit nu op 68, is boven mijn verwachtingen, zeker boven mijn verwachtingen. Want het is vorig jaar op 60 bij mij de vijver ingekomen. En ik hoop dat dit eigenlijk, had ik hoop ergens 78 zou kunnen eindigen, misschien begin 80. Nou, je ziet ook inderdaad van de patronen, als je dan nog even terugkomt op het patroon, zeg maar, dat de belijningen van het patroon ook best wel al heel mooi strak zijn. Hè? Ja, je ziet het mooi dat het marozoom kima zie je ja, hier zo inderdaad. Mooi en aan de andere kant ook een paar plekjes. Ja. Dus wat dat betreft, als die straks breedte pakt en dat het wit zeg maar, komt wat meer naar boven, dan heb je echt een heel vrij evenwichtige kwaak hoor. Dat, ja, zeker. Ja, ja. En als die belijningen dan inderdaad nog een klein beetje verder inderdaad wat inkleuren hier vooral, hè, dus dat het nog wat strakker wordt, dan heb je echt een hele goede vis op. Zeker. Maar dit past ook een beetje bij mijn beleving, dus als ik kooi hobby wil beleven. Ik koop liever één keer in de 2-3 jaar een serieuze vis. En dan ook eentje waar ik nog een lange weg mee te gaan. Dus die ook voor de toekomst is, waar ik zelf veel kan leren. Ja, maar dat is natuurlijk sowieso ook het leuke, hè? Dat je een beetje die ontwikkeling kan volgen en noem maar op. En het is natuurlijk ook meer uitdaging om een vis met behoud van kwaliteit in je eigen vijver heel goed te krijgen en heel groot te krijgen, dan om een groot te kopen. Het ziet er wel goed uit hoor. Ja, dank je. Recept van mijn stiefvader. Ah kijk. Dus we gaan daar mee, maar ik moet het ook lekker vinden. Ik ben benieuwd. We zijn klaar met eten. Heerlijke lunch door Pietertje. Hè? Ben je tevreden, chef? Ik wel. Helemaal goed, helemaal goed. We hebben lekker gebarbecued, mooie satéetjes. Alles is schoon opgegaan. Ja, was lekker. Er zitten hier twee uit te bijken. Berghout dat hier ligt. Berghout, ja. Van de filmer. En dat bord is van Bas, hè? Ja, iedereen heeft zo'n bij mij mijn bord gelegd. Jammer, joh. Ik had wel dikkere stokjes. Wat een stelletje ratten zijn het. Nee, maar goed. Wat we nog niet hebben gedaan, we hebben net allemaal natuurlijk visjes gefilmd en gedaan. Wat we nog niet weten is zeg maar een beetje de manier van vijveren van Pieter. Die is, wat over je vijver? Hoe filter je? Hoeveel kuub is die? Hij is grofweg 5 bij 3. Eigenlijk 4 en een beetje bij 3 en een beetje. Mm-hmm. Dus 30 kuub alles met elkaar op de plantenbakker, achterleiding, merk. Wel benieuwd. Let niet op de zooi in de schuur. Nee, ja, goed, dat is bij mij niet anders. Dan hobbel ik even achter jou aan. Ja, dit is mijn, ik ga even de put inzetten. Dit is nou de put zelf eigenlijk. Wat hier staat, is hier de heel precies. Ja. Komt met 2 keer 110 binnen. Die heb ik laten ombouwen toen de tijd. Dat ligt nou in dat spel en van vandaag uit alleen al. Ja, maar dat is best wel dus een nieuw, hè? Ja. Een beetje erop zie ik. Ja, domper UV. Dan gaat hij met 2 keer 110 uit. Dat heb ik ook om laten bouwen eigenlijk. Mm-hmm. Deze pomp. Gaat naar de plantenbakje, die gaat met 75 verder. En die gaat in de plantenbak mee een 50 buis. Heb ik zelf een verdeelbuis gemaakt. Dat het water heel de bak heen gepompt. En ik heb hier een andere Blue Acre staan die een biet in gaat. Ik zal even niet in de zooi weghalen, dat het beter kunnen zien. En die loopt eigenlijk tot aan de bypass van 110. En dan gaat hij over naar 63 of zo. Ja, de bypass, ik weet niet of het naar de Amerikaanse maat. Ja. Maar. Oké. Okay. En wat is ongeveer je turnover rate? Zeg maar, hoeveel water stuur je rond per uur? Zo meter? Mijn minimaal verbruik is met mijn beat. Dat is een winterstand die heb ik gemeten toen de tijd was. Het was 14,5 kubus 1 keer in 2 uur. En toen had ik nog niet mijn plantenbak erbij staan. Mijn plantenbak draait, ik gok, tot 5-6 kubus per uur altijd. Ik zit minimaal 20 kubus per uur en nu zit ik op, ik heb stiekem nog. Ja, dus nu zat op 1500 toeren, mijn beat niet anders dan 2000 toeren. Dit trekt nou maximaal 2 keer 110 leeg. Ja. Een skimmer en mijn bodemdrain trekt nou maximaal leeg. Ja, precies, dat heeft je leiding weer goed schoon aan. Ja.
En ook omdat het is nou warmer, dus wil ik meer flow erin hebben, dat het goed werkt. Ja. En voor de rest is het allemaal heel basic, heel simpel. Het werkt, dat vind ik het belangrijkste. Zo. Nou ja, het is een mooi simpel en doeltreffend systeem. Ja. Hey Pieter, bedankt voor de goede zorgen. We hebben heerlijk gebarbecued en het was erg gezellig om eventjes je vis op de foto te zetten en op de video voor de HKS. En ook leuk dat we gelijk even je vijver konden zien en dat je je filtersysteem aan ons hebt getoond. Geen probleem, fantastisch gezellig. Ja. Jullie bedankt voor de hulp. Ja, graag gedaan. Dat was, ja. Nou, hey, wij gaan afsluiten. De saté is op, dus we gaan naar huis. Bedankt. Geen dank, graag gedaan. Tot de volgende. Tot de volgende keer. Joehoe. Later. Hoi, jullie hebben net een filmpje gezien van het fotograferen en op de video zetten van de vissen van Pieter. Die hij gaat inzetten op de HKS. Nu op de achtergrond zie je onze eigen vijver. En die is in principe helemaal klaar. Maar we gaan een nieuwe vijver maken en dat is het volgende filmpje wat je gaat zien. Nou, ik zal eventjes een beetje achter mij zien. Ik sta nu op een stapel stenen. En hier zie je hetgene waar gegraven gaat worden. Dat filmpje gaat volgen. Vind je het nou leuk om dat te volgen? Wil je er meer van zien? Druk dan ook het belletje. Word abonnee op ons YouTube kanaal. Als je op het belletje drukt rechtsboven in je scherm, dan krijg je een pingetje als we een nieuwe video voor je gemaakt hebben. Doeg!